Samen met een heleboel andere mensen borduur ik een bos. Het wordt een fantastisch bos waar je in kan wandelen, maar dan helemaal van draad op doek. En daarna zorgen we ervoor dat er ook een levend bos kan groeien. Door 100.000 bomen te laten planten in Nederland en in de tropen. Het is toch ongelooflijk dat we 100.000 bomen borduren. En dat we daarmee ook proberen om 100.000 bomen aan deze aarde te geven. De mensen hier achter mij die borduren de bomen en de bladeren en de vogels in het bos. En dat doen we nu al 7 weken. En er zijn al heel wat meters gemaakt. Omdat je dus met zoveel mensen tegelijk één heel groot ding gaat maken, vind ik wel heel interessant. De indruk is dat mensen het ontzettend leuk vinden om hier een steekje mee te prikken. En er ontstaan volgens mij ook gewoon contacten en vriendschap hoor, dus dat gebeurt gewoon. We kwamen eigenlijk om boeken te zoeken. En toen zagen we dit, een babbeltje gemaakt en je merkt toch dat je met mensen spreekt en dat vond ik wel leuk. Het is de eerste keer dat ik borduur, maar ik vind het zeker voor hem vatbaar. Ja, zeker. En het leert je toch wel wat ontspanning, omdat het zo'n priegelwerk is. Ja. Ja, heel rustgevend. En ja, je leert mij kennen. Heel actueel natuurlijk het klimaat. Als ik hier aan het borduren ben, dan ben ik gewoon aan het borduren. En of dat nou een boom is of iets anders, dat maakt me niet zoveel uit. Nee. Daar kan ik nu wel heel heilig over gaan doen, maar dat is gewoon niet zo. Nee. En we zijn nu eigenlijk al bijna aan het einde van het eerste seizoen, waar we al meer dan 300 mensen te gast hebben gehad om mee te werken aan het project. Ik maak borduurpakketjes, omdat we het bos van draad nu niet in het atelier kunnen laten groeien vanwege de coronacrisis. Iedereen zit thuis, zodat het toch door kan gaan, hebben we 500 borduurpakketjes waarmee mensen blaadjes kunnen borduren. En als die blaadjes straks uitgeknipt zijn, dan maken we ze aan het grote doek, zodat het kunstwerk toch door blijft groeien, ook in deze crisisperiode. Ja, het is heel erg aanpassen geweest, omdat het atelier natuurlijk... Het heeft een sociale functie. Dat onderdeel ligt nu helemaal stil. Maar daarom hebben we ook een online spreekuur, zodat we elkaar eens in de week nog via internet kunnen zien. Mensen kunnen vragen stellen over de techniek, maar ook gewoon even hallo zeggen of hun blaadjes laten zien. Ik heb 1 jaar in Nederland gewoond. Mm-hmm. En vanaf vorige zomer, en ook toen ik in Japan was, ik werkte bij de musea. Ja, wat een superleuk onverwachts bijeffect eigenlijk is, is dat ik dus de hele tijd post krijg. Dus dat had ik eigenlijk van tevoren niet bedacht. Maar het is een groot plezier om elke dag de brievenbus te openen. En wat heel leuk is om te zien, is dat ieders eigenheid in die blaadjes ook weer terug te vinden is. Dus mensen werken volgens een vast patroon. We sturen voorbeeldsteken mee en een uitleg. Maar toch weet iedereen... met die steken en met dat patroon zijn eigen manier te vinden om die blaadjes te maken. Wat je hier ziet is straks 4 meter hoog en 30 meter breed. En wat nu op tafel ligt, is dus eigenlijk steeds maar een strookje hieruit, zie je. En hier winter, lente, zomer, herfst. Dus je loopt eigenlijk steeds tussen zo'n heel seizoen door. Wat ik heel mooi vind aan het project is dat het ook langere tijd duurt. Dus dat het 5 weken duurt, althans op deze locatie. En dat geeft ook mensen de gelegenheid om zich makkelijker aan te verbinden. Om te kijken of het iets voor ze is. En dat is altijd iets wat bij ons ook wel belangrijk is. Dat er ook tijd is. Ritme en tijd. En dat heeft dit project heel erg. We hebben natuurlijk de hele tijd stilgelegen. En op afstand gewerkt met de losse blaadjes die we hadden
bedacht. Maar het is heel fijn om weer met elkaar aan tafel te zitten. We werken nu aan het middelste gedeelte van het doek, waar de twee helften eigenlijk bij elkaar komen. En ik zou wat er nu op deze tafels te zien is, voordat we naar de volgende locatie gaan, wel helemaal vol willen hebben. Maar dat is al over een week. Nou, het ontwerp wat ik heb gemaakt was heel uitgebreid en ambitieus en heel groot. Dat gaan we denk ik niet halen. We zijn hier bijna 2 maanden te gast geweest en het is zo'n mooie omgeving. Dat is echt een cadeau. De omgeving is gewoon waar we willen zijn. We zitten eigenlijk in de natuur. De bomen staan hier binnen en daar werken we tussen. Ik had echt gedacht van ik ga zo'n stuk even helemaal invullen. Maar nou, dat werd uiteindelijk zo'n klein vakje. Echt indrukwekkend om te kunnen zien hoeveel werk er dan ook per blaadje al ingaat. Als je dan de hoeveelheid blaadjes van bovenaf ziet, dan moeilijk om te bevatten hoeveel uren erin zijn gegaan. Ja, dat je een kunstwerk maakt wat vervolgens ja, levend kan worden of echt kan worden in de natuur. Ja, dat is echt wel heel tof bedacht. Verhalen zijn een groot onderdeel van het project. Ze worden geborduurd in de wortels van de bomen. Ja, en boomwortels zijn ook een communicatienetwerk. En dat is zo mooi aan deze verhalen die de mensen delen, die ook hun hart en ziel met het borduren in het project leggen, dat dat ook weer in de wortels terugkomt van de bomen. En er komt ook een audiotour. Dus als mensen uiteindelijk door het kunstwerk gaan lopen, door de seizoenen heen, dan zullen ze ook flarden van verhalen, van natuurervaringen horen. Als het werk af is, wordt het opgehangen in de vorm van een spiraal. Dan wordt het eerst een aantal jaar tentoongesteld. En daarna ga ik het planten in de natuur. Dus die spiraalvorm wordt in zijn geheel neergezet op een landgoed. En in de zoom van het doek verwerken we aarde en zaadjes, zodat die uiteindelijk kunnen gaan ontkiemen. En de stof zal vergaan, waardoor die spiraalvorm blijft bestaan, maar dan van echte levende natuur. Kijk, ik had bedacht dat alles helemaal volgeborduurd zou worden. Maar omdat dat gewoon zoveel werk is, is dat eigenlijk niet realistisch op dit grote doek. Dus gaan we toewerken naar alleen maar contouren borduren, zodat we veel sneller kunnen werken. Maar de overgang van de een naar de ander moet natuurlijk wel mooi en een beetje vloeiend verlopen. Dus ik heb allerlei vormen bedacht waarin we dat kunnen doen door bladeren maar half te vullen of met alleen maar de randen, maar dan op een wat dichtere manier. En zo werken we eigenlijk toe naar meer opensteek, zodat we meer snelheid gaan maken. We sluiten vandaag dus het 3e seizoen af, dus we zitten eigenlijk op 3/4 van de locaties. En het 4e seizoen gaan we in Enschede werken. En in theorie zouden we dus ook op 3/4 van het borduurwerk moeten zitten en op 3/4 van de gedoneerde bomen. Dat zitten we bij lange na niet. Dus dat is nog wel spannend of we het gaan vol krijgen en of we al die bomen gedoneerd gaan krijgen. Was gewoon nog zoveel open. Ja, en dus ik heb besloten om het hier in mijn eigen atelier in de Binkhorst neer te zetten. Omdat de regels nog strenger zijn geworden, werken we maar met 2 mensen tegelijk. En dus het, ja, het gaat heel traag. Maar het is toch heel fijn dat we deze laatste weken nog kunnen gebruiken om het echt mooi af te maken. Ja, dan hebben we nog al die losse blaadjes. Want ik heb heel veel losse blaadjes teruggekregen, meer dan 4000. Elke week waaien de enveloppen met blaadjes nog steeds mijn brievenbus binnen. En die moeten er ook nog allemaal op.
Dit heb ik thuis geborduurd. Daar heb ik heel veel plezier mee gehad. En dat vind ik zo mooi van dit project. Je mag jezelf je eigen creativiteit gebruiken. Overal in de wereld worden bomen geplant. En dat vind ik zo mooi. Ik heb iets met bomen, ik heb iets met de natuur. En ja, ik vind het heel geweldig. Het goede doel is natuurlijk ook leuk, maar vooral het bezig zijn en het creëren met iets. En je bouwt toch een jaar lang alweer een beetje fantasie op ook. En ik vind het wel heel leuk om tot het einde erbij te blijven. Het laat je ook niet meer los. Nou, er moet wat meer gewerkt worden, maar ja, je kan niet harder werken dan... Je kan niet afroffelen, dat gaat niet. Ja, ik vind het geweldig hoe ik het zie groeien. Ja, en... Ja, dan is dat wat Sarah beoogt, is naar mijn idee gelukt. Toch. En haar creativiteit vind ik geweldig. Van, hè, gewoon van, kan het zo niet? Oké, dan doen we het zo. Ik heb hier het doek waar de teksten staan die onder aan de boom komen. Uiteindelijk zijn dit de wortels. We moeten nu flink doorwerken. In totaal hebben er meer dan 1000 mensen meegeborduurd. We hebben 300 natuurverhalen verzameld. En ja, hoeveel steken er zijn gezet, wordt me wel eens gevraagd, maar dat zou ik echt niet weten. Ik denk wel 1 miljoen of zo. Voordat de tentoonstelling geopend kan worden, wordt er nog een boekje gemaakt. We maken een audiotour waarmee je straks natuurverhalen kunt beluisteren in de tentoonstelling. We werken aan een procespresentatie. En we werken aan de opbouw van de constructie waaraan het geheel komt te hangen. Kijk, ik heb steeds delen gezien die af zijn, maar als het doek straks hangt, dan zie ik pas de werking van de transparantie van de stof met daarachter het geborduurde gedeelte in de kleuren van alle seizoenen. Dus alle theorie die in het ontwerp is gegaan, ja, daar heb ik pas over een paar weken zicht op hoe dat werkelijk gaat uitpakken. En dan kan ik ook eigenlijk niks meer veranderen. Dus dat is een heel spannend moment. Het staat achter je. Ja, eindelijk. Het was tot nu toe natuurlijk steeds een idee op papier. En op een gegeven moment werd het wel een idee op stof. Maar nu is het pas wat ik gedroomd had. Er zijn wel momenten geweest dat ik dacht, het gaat gewoon nooit lukken. Want eigenlijk tot en met het derde seizoen waren we pas op 50% van het volborduren van het doek. En ja, dat... Toen heb ik wel een beetje wakker gelegen. Maar door en die aanpassingen in het ontwerp en nog veel afwerking in mijn eigen atelier, hebben we toch echt een heel stuk nog vol kunnen borduren. Het is niet wat ik voor me zag, maar de praktijk is op een andere manier weer net zo mooi als de theorie. Ik voel ontroering. Dat, en bewondering en trots. Want we hebben natuurlijk dit samen gemaakt. Dus borduren is leuk. Maar de natuur is natuurlijk gewoon prachtig en onmisbaar voor ons. Dus ja, dat voel ik dan. Ik zit natuurlijk altijd zelf, als je zit te borduren, op een vierkante centimeter te werken. En dat is ook mooi. Maar om het dan in zijn totaliteit te zien is echt... een waanzinnige ervaring. Ik vond het heel bijzonder om met zoveel mensen daaraan te werken. Iedere keer weer eens met iemand anders, ook een beetje praten met elkaar. En ja, echt het gevoel dat je samen iets aan het creëren bent. Ik vind het ook fijn dat er echt bomen geplant gaan worden. Dus dat we niet alleen een bomen hebben geborduurd, maar dat er heel veel bomen geplant gaan worden via de organisatie Tree Sisters. En ja, dan uiteindelijk vergaat het en dat is een beetje een raar gevoel. Dat had ik wel eens als ik zat te borduren, denk ik, zit ik hier mijn best te doen en zo meteen mag het weg. Maar dat is ook goed, uiteindelijk. Nou, het wordt nu tentoongesteld op verschillende plekken in het land en misschien nog wel daarbuiten. Dat doen we ongeveer 2 jaar. En in begin 2023
gaan we het planten in de natuur. En dat gebeurt in de tuin van Museum Belvedere in Heerenveen. Na verloop van tijd, dat zal een aantal jaar duren, zal die stof langzaam vergaan. En ondertussen zijn die zaden aan het ontkiemen. En zo zullen die echte bomen zullen uiteindelijk die geborduurde bomen overnemen. En als de stof helemaal vergaan is, dan halen we de constructie weg. En dan blijft er een spiraalvormig levend bos over, waar je oneindig in door kan wandelen.